Fijn dat je luistert naar deze korte versie van Door de Bijbel. In 240 afleveringen neemt Joost Bastiaans je mee op reis langs alle verhalen uit het Nieuwe Testament. 1 Thessalonicense hoofdstuk 3: Onze spoedige realiteit. Van al het onderwijs dat je hebt gehoord over de toekomst of profetie, is de les van Paulus in 1 Thessalonicense de meest praktische. De meeste leraren behandelen profetie. Als een nieuwigheid, iets interessant om over te praten of zelfs te discussiëren, maar zonder dat het van betekenis is voor het dagelijkse leven. Maar Paulus onderwijst ons juist op de praktijk van het leven. Je verwachtingen vestigen op Jezus' spoedige wederkomst zal je hoop zuiveren. Het zal je leven veranderen, je levensstijl beïnvloeden en ook de prioriteiten die je stelt, vooral als je bedenkt dat Jezus' wederkomst elk moment kan plaatsvinden. Als dat je leven niet beïnvloedt, Geloof je er dan wel echt in? De spoedige werkelijkheid van Jezus' wederkomst... is het hart van de eerste brief aan de Thessalonicense. Jezus' liefde voor de Thessalonicense is duidelijk. Hij wenst dat hij bij hen kon zijn... en wist dat de Satan hen belemmerde om naar Thessalonica terug te keren. Paulus was er zo kort geweest dat hij nog veel had om hen te leren. De Thessalonicense werden vervolgd en Paulus wilde hen meer laten zien van Gods waarheid om hen te troosten. Paulus hoopte hen ook te bevestigen in hun geloof. Dat doet denken aan een prachtig voorbeeld uit het Oude Testamentische boek Exodus. Weet je nog dat Mozes zijn armen omhoog hield in gebed, terwijl Israël een strijd voerde? Toen hij moe werd, ondersteunde Aaron en Hur hem, zodat zijn handen omhoog bleven. Zijn armen werden gestrekt. Mensen moeten elkaar helpen om elkaars geloof op die manier te versterken. De Tessaloniciense stonden onder grote druk en spanning en hadden Paulus' bemoedigingen nodig. God's woord maakt duidelijk dat de meeste christenen niet aan moeilijkheden zullen ontkomen. Moeilijkheden zijn vaak de manier waarop God ons leert op Hem te vertrouwen. Het helpt ons te gloeien in Christus. Paulus troostte de Tessaloniciense omdat hij bezorgd was dat de pijn die hij te verduren had van de Satan ook de Thessalonicensen zou treffen. Deze verdrukkingen zegt Paulus zijn tegelijk een test voor de echtheid van ons geloof. Eén ding dat ons zal onderscheiden van veel nepchristenen is het vermogen om moeilijkheden te doorstaan door ons geloof in God. Paulus is blij met de testuitslagen van de Thessalonicenzen. Hij hoorde dat zij standvastig bleven in het geloof. Dit stevige fundament betekent dat wij als gelovigen in dit leven blij kunnen zijn, zelfs in moeilijkheden. Als christen kun je gewoon niet verliezen. Zelfs als je het moeilijk hebt, zal God het uiteindelijk voor je oplossen. Daar kun je zeker van zijn. Toen Paulus zijn onderwees over de wederkomst van de Heer, moedigde hij hen aan om te leven alsof de wederkomst elk ogenblik kon plaatsvinden. Ik bid ook dat de Heer jullie zal helpen om steeds meer van elkaar en van de andere mensen te houden, zei hij. Laat je liefde blijken uit je daden door elkaars welzijn op het oog te hebben. Dit soort liefde het is niet alleen een doel op zich, maar wijst mensen doelgericht op Jezus Christus. Daarbij maakt deze liefdesarbeid ons eigen harten steeds sterker in het geloof, lezen we in vers 13. Het vers vervolgt, Uiteindelijk zullen jullie allemaal volmaakt zijn voor onze God en Vader, op de dag dat onze Heer Jezus terugkomt met alle mensen die bij Hem horen. Ongetwijfeld heeft deze herinnering aan de komst van de Heer de Thessalonicense aangemoedigd om vol te houden in hun beproeving. Dat zou ook voor ons moeten gelden. Met de Heer hebben wij de toekomst voor ons. Bedankt voor het luisteren naar deze korte versie van Door de Bijbel. Als je je abonneert op deze podcast, kun je alle afleveringen gratis beluisteren. Waar en wanneer je wilt. En wil je nog meer horen? De uitgebreidere afleveringen van Door de Bijbel zijn ook gratis te beluisteren. Ga naar twr.nl.